Dit is een bespreking van het derde stukje van paragraaf 9 van boek 25. In het voorafgaande hebben we gezien dat Hannibal inmiddels Tarente binnen is gevallen. Poort is voor hem opengemaakt door Nico. In het vervolg wordt nu verteld dat ook Philomenus, de andere samenzweerder, dat hij via een andere poort naar binnen komt. Op dit spannende moment zien we voortdurend de camera heen en weer gaan. Nu richt hij zich op Philomenus. Het mag je vertalen met en, maar ik heb hem vertaald met ook. Ook Philomenus, die ad propinquabat, die was intussen aan het naderen. Weer met de dativus portulae, het poortje, parte alia, aan de andere kant. Het poortje waarlangs of waardoor hij gewoon was te komen jaren op en neer te gaan. Ad sweerat, dat komt van ad sweskere, gewoon maken. Ad zwevi betekent dan ik ben gewoon gemaakt, dus ik ben gewend. Perfecte mag je dus vertalen met een tegenwoordige tijd. Ad sweerat is een afkorting van ad zweverat. Dat is dan eigenlijk een pluskwamperfectum en vertaal je dan dus alsof het een gewone verleden tijd. Ad sweerat, waarlangs hij gewoon was op en neer te gaan, te komen jaren. Nota vox, de bekende stem van hem, dus van Philomenus, et familiarium signum, en het vertrouwde al teken, die hij floot of zo als hij naar binnen wilde, cum excitasset vigilem, nota vox en familiare signum is het onderwerp van excitasset, derde persoon enkelvoud, het werkwoord richt zich alleen naar dat signum, toen dat teken wakker had gemaakt de vigilem, de wachter. En dan is het hoofd. De hoofdzin is portula aperitur. Wordt het poortje geopend. En dat wordt geopend voor Philomenus. Dat wordt geopend voor Philomenus. Bij die datives die je moet aanvullen staat dan een PPA. Die kent hij. Al zeggende. Dus toen Philomenus zei. Daarvan afhankelijk een ACI, sustinere onus, dat de last gedragen werd, dat de last te dragen was, wix, nauwelijks. De last hoort bij de genitivus grandis bestiae, van het grote beest. Dus hij zei van, ja, schiet een beetje op met het openen van die poort, want dat ding, dat beest is nogal zwaar. En dan wordt de poort geopend zoals die wachter dat al nachtenlang gewend is. Dan worden er een heleboel personen in één keer genoemd. Hey, de camera zwiept als een gek langs de scène heen, als het ware. Inferentes aprum, binnendragenden het zwijn. Dus degene die het zwijn naar binnen droegen. Dat zijn twee jonge mannen. Aan duo's kun je zien dat die duidelijk leidend voorwerp zijn. Ze zijn leidend voorwerp van Secutus. Volgend dus die Ipse, hijzelf. Hijzelf Ipse, dat is Philomenus. Die volgt dus die twee jonge mannen die dat zwijn dragen. Cum venatore, met een jager expedito, dat betekent licht gewapend, met een licht gewapende jager. Dus we zien het hele gezelschap naar binnen komen, die twee jonge mannen met dat zwijn. Philomenus zelf, die daar achteraan loopt, samen met een jager, een venator expedito, licht gewapend. En dan komt er nog iemand in beeld, namelijk de vigilem, de wachter in leidend voorwerp. Dus die is dadelijk het haasje, zeg maar. Daar wordt nog een PPA, wordt er eerst nog gehangen aan die vigilem, gekeerd op nogal onvoorzichtige manier. Die wachter is niet op zijn hoede, te argeloos. Ik heb de comparatives vertaald met te argeloos gewend naar hen die aan het dragen waren. Leidend voorwerp is natuurlijk dat zwijn. Dus die let alleen maar op degene die dat zwijn dragen en niet op die twee die daar achterlopen. Dat is de bedoeling. Hij is dus in cautius versum, te argeloos gewend. Door, en dan staat er letterlijk, door het wonder van de grootte. Heb ik vertaald met de wonderbaarlijke omvang van dat zwijn. Het is kennelijk een heel groot zwijn. Te argeloos. Door het wonder van de grootte naar hen die droegen gekeerd, in de volgorde van het Latijn. En dan komt pas wat er gebeurt. Livius stelt de gebeurtenis zo lang mogelijk uit. Venabilo met een jachtspies doorboort hij. Even terug, wie is het onderwerp? Dat was Ipse, dus die Philomenus.
leidend voorwerp was Vigilem, die wachter. Dus Philomenes, die doodt die wachter. Ingressie, naar binnen gegaan vervolgens. 30 ongeveer gewapenden, onderwerp. Je ziet ze door die poort naar binnen gaan. Wat doen die? De Keteros Vigiles op troonkant, die slachten de overige wachtposten af. Refringuntque en ze forceren, ze breken open de poort Proximam. Die porta, hier niet het verkleinwoord, dat is de grote poort die naast dat portula zit, dus het kleine poortje voor voetgangers. Die breken dus die grote poort open. Van die poort wordt gezegd dat die Proximam is. Die breken de dichtstbijzijnde poort open. Et achmen en in kolonne, subsignis, onder de veldtekenen, betekent het letterlijk, in het gelid, die inroepit, die brak naar binnen, confestim, onmiddellijk. Er wordt hier niet gezegd of dat Tarentijnen, samenzweerders of soldaten van Hannibal zijn. Ik vermoed samenzweerders, want Hannibal was bij die andere poort, weet je nog. In de vervolgens, cum silentio, met stilte staat er letterlijk, naar het forum geleid. Dat zijn die gewapenden van net, die geleid naar het forum in stilte. Aan Hannibal, dus zij conjunxerunt se, zij verbonden zich, zij verenigden zich met het leger van Hannibal.